En ze zijn weer begonnen. Weet dat in 1953 lagen die velden hier. De watersnood zorgde ervoor dat die dijk, wat nou een klein dijkje is, een hele grote dijk moest worden. En het hele, een stuk van het voetbalveld werd opgeofferd. Was klaar. Doen ze wel. Voor een aantal mensen in de Goudswaard onderdak gewonden. Die gingen daar voetballen, jeugd vooral. In 1959 is die dijk weer weggegraven. Kon het veld weer in lengte hersteld worden. Het is nog een minimaat, maar het ging. En er zijn mensen bij die vanaf begin af lid zijn. En gevoetbald hebben zelfs. Lid ben ik ook wel, maar gevoetbald in die tijd, in elk geval niet de hele tijd meer. Maar Felix Roosendaal, onze Felix, die is in 59 ook hier bezig geweest met het veld aanleggen. We hebben met gras zoden ergens anders vandaan het veld weer glad gemaakt en bespreekbaar. Later ging het hier wat zakken, omdat die greppels weer terugkwamen. Maar tenslotte is het een mooi complex geworden. Felix heeft dat eerste jaar ook in het eerste elftal gespeeld. We hebben nagegaan en zelfs drie keer gescoord. Die waar, Felix? Ja, wist je dat toch of niet? Ja, dat heeft gewoon zijn bed gaan er nog. Maar al met al, Felix, jij bent die tijd begonnen. Hele familie, je moeder is nog erelid geweest van deze vereniging. Ik heb ze verschillende keer toen de tijd opgezocht. Ondertussen heb jij je bezig gehouden met deze kantine. Toen niet het hele complex nog, maar alleen dit gedeelte met de kantine met kleedruimtes erachter. Daarnaast heb je ook nog weer je ingezet voor de Club van 50, laat maar zo noemen. En op de woensdag volop bezig met het onderhoud van het geheel met een club mensen. Eigenlijk zou ik iedereen daarvoor in het zonnetje moeten zetten. Willem, jij zeker, want je hebt wel het hart. Ja. Ik ben erg blij met jouw aanwezigheid in je werk. Maar we hebben in dit geval gekeken naar de mogelijkheid om iemand lid van mijn diensten te maken. En Felix, dat speltje wil ik jou opspelden. En dan zal ik ook nog een doen. Nou, dankjewel. Nou, hartstikke. Ja, 79. Ja, kijk eens. Dat is een wonder hoor. Maar die is goed geregeld. Ja, die doen we. Spitsen, Maries. Gefeliciteerd. Dankjewel. Daar sta je dan. Ja, kijk. De bloemen. Je Felix verdient, maar jij krijgt ze wel. Nou, hoe kut hebben we al even wachten. Zijn er bang voor? Want we hebben gerekend dat we nog over een uurtje nog een beetje nemen. Maar het zal kort wel. In elk geval, als ik niet meer de gelegenheid heb, krijg ik nog even terug, denk ik. Ja, graag aanwezig. Ik sta wel een beetje perplex dat ik hier als lid van verdienst hier staat. 79 jaar. Het schijnt dat ik het verdiend heb. Maar ik wil wel zeggen dat, wat ook de voorzitter naar voren haalde van wat betreft de werkzaamheden en alles, dat we dat hier echt wel met elkaar hebben gedaan. Met elkaar, en dan wil ik niemand wegcijferen, want dat waren allemaal keiharde mensen. Ik neem Bram van Dop, ik neem Gerrit van Hovendam, ik neem Willem, ik neem Siem, ik neem Adrie Schut, noem ze maar op. En gelukkig dat juist die mensen gezamenlijk in combinatie
dit hebben kunnen realiseren, dan de velden mooi leggen, dan de kleedkamers schoon zijn. Er is wel eens gegrond dat ze een beetje te vuil waren, maar vooruit. Dan dat de kantine schoon was en al die dingen. Ik ben het misschien daarvoor gedaan vanwege dat ik mijn leeftijd en alles heb, maar ik wil toch mijn mede werkers, laat ik het zo maar zeggen, hartstikke bedanken dat me zo'n gezellige club altijd gaat hebben. Hier een boel netjes en goed. En voor de vereniging, mooi heb ik je nou. Dank u wel. Je weet beter dan wie dan ook welke medewerkers er zijn.